We willen persoonlijke en relevante communicatie doen met onze klanten. We hebben heel veel klanten, we hebben ongeveer 2 miljoen klanten. Maar om die data goed in te zetten om een relevante aanbieding te doen, ja, daar heb je echt marketing automation voor nodig. In eerste instantie hebben wij alle kanalen geïntegreerd, of alle basiskanalen geïntegreerd. Denk aan de online kanalen zoals e-mail, online media, onder andere display, social advertising, maar ook search advertising. Ook web hebben we geïmplementeerd en gekoppeld aan Relay42. Maar het meest mooie is dat we ook de offline kanalen hebben geïntegreerd en gekoppeld. Denk aan direct mail, dus post, en ook outbound inzet. Dus we hebben daarmee online aan offline gekoppeld. En hiermee kunnen we dus echt op het juiste moment de juiste klant met de juiste boodschap benaderen. Er waren meerdere partijen op dat moment die net begonnen waren ook met MBA Marketing Automation. Maar zij hadden gewoon het meeste daadkracht om ons te helpen. En zij konden het meest concreet zeggen van zo gaan we aan de slag. Dit zijn de eerste use cases en zo gaan we het datamodel bouwen. Dus wij dachten we gaan gewoon heel hard aan de slag en het neerzetten. En in een jaar hebben we nu echt al grote stappen gemaakt. Die klanten komen op verschillende kanalen binnen. Dat kan direct via onze website, maar ook via vergelijkingswebsites. En op ieder moment kunnen ze een contract met ons afsluiten. En ze hebben hele verschillende behoeften, zien we ook. En daar willen we graag goed op inspelen. En daarom is het essentieel om te weten wat elke klant wil en wanneer we de juiste service kunnen bieden. Voordat ze met het platform van Relay42 werkten, stuurden we onze meeste aanbiedingen in bulk naar een heel groot deel van onze klanten toe. Op één moment, via één kanaal. Nu we met het Relay-platform werken, zijn we in staat om elke dag een boodschap of een advies of een aanbod aan onze klanten te brengen en beter aan te sluiten bij het moment waarop een klant wel met de energiezaken bezig is. We hebben gezien dat het feit dat we dus de nieuwe manier van marketing hebben geïntroduceerd en daardoor bijvoorbeeld klanten die online koopgedrag laten zien direct kunnen gaan opvolgen, dat het ons in de conversie heeft geholpen. Dus 3 keer meer conversie hebben we daarmee gerealiseerd. En daarnaast hebben we ook gezien dat we door efficiënter onze processen in te richten, onze campagneprocessen, dat we dus ook behoorlijke kosten hebben bespaard.